allemaal op in de allemaal staren balance houden. Swing through the portuur and balance houden. Swing through the portuur and turn through for me. Black allemaal man of meter ring you see. Well, rock it up, you always be. Square dansen is plezier voor 8 of 800, net hoe je het zeggen wil. Hoe meer mensen het doen, hoe meer plezier dat je met elkaar hebt. De vader heeft een hobby, moeder heeft een hobby, maar wat doet men samen? Wat kan je je hele gezin mee naartoe nemen? Kijk, daar is deze sport een ideaal voor. Men haalt de mensen die niet verder denken als voetballen, televisie en hangen aan de bar, die haalt men uit een soort van persoonlijk isolement vandaan. Square dance is fun. Ja, square dance is plezier, als je het letterlijk vertaalt. De U van fun, dat bent U. U staat centraal ten opzichte van die activiteit. Een van Nederlands fervenste square dansers is Ben Uileman, oftewel Big Ben. Het is pure ontspanning. Het is eigenlijk een vorm van trimmen op muziek. Ik vind het eigenlijk maar een beetje zielig, mensen die in de regen lopen te trimmen. Ik vind ze ergens zo sneu aandoen. Want die mensen die in de regen lopen te trimmen, ze moeten het zelf weten, want bedoel, men kiest zelf voor die activiteit. Ze schijnen het nodig te hebben qua lichaamsbeweging. Dan zou ik zeggen, mensen, trek je regenjas uit, kom square dansen, dan krijg je lichaamsbeweging, goed stuk muziek en gezellig sociaal contact. Want dat met die enige starende blik op oneindig langs het park lopen te draven, ja, het is uiteindelijk alleen maar draven, er komt helemaal verder niks bij te pas. Pull a lady's chain across the eternal. Turn a chain, the lady home again. Head to the promenade, go halfway round. Down a middle, but a middle, it's through and then. Curly Q. Square dance is ontstaan in Amerika. De pioniers in het Wilde Westen zetten na hun werk de huifkarren in een vierkant, een square, en stortten zich in de dans. In de Tweede Wereldoorlog brachten Amerikaanse militairen de square dance mee naar Europa, waar hij nu door hele volkstammen beoefend wordt. Kort geleden nog in de gemeentegrot van Valkenburg, waar een internationaal festijn plaatsvond. Iedere dans staat onder leiding van een zanger, de zogenaamde caller. Dat callen is dus eigenlijk het zingen van de figuren. Wij gebruiken dus ook de populaire stukken muziek. Delen uit de tekst worden weggelaten en door de caller, die dus staat te zingen, die de figuren zingt voor zijn dansers, wordt door die caller zelf de muziek of de tekst eigenlijk ingevuld. In plaats van de originele tekst die er gestaan heeft. Bow to your partner, circle left, coffee black, cigarettes. Start this day like all the rest. A left element and those I don't know. Left element. And weave that ring. Some broken hearts never mend. Those I don't and promenade, my friend. Some tears will never dry. My love, you will never die. Four ladies chain, three quarters round. Run and three promenade halfway around. Come down the middle and square through it for now. Go all the way and then right and left through. Pass through and trade by, go left element. Those are though and promenade, my friend. Some tears will never die. My love for you will never die. Ladies trade, swing through, swing your corner there. Swing that girl and promenade, go walking round the square. Die figuren die worden aangeleerd tijdens de cursus Square Dance. En
bij het diploma uitreiken wordt gecontroleerd of jij de figuren die gezongen worden begrepen hebt en of je ze goed kan dansen en of je bereid bent in het plezier van de activiteit deel te nemen. Over. Why don't you curly Q, walk and dodge, circle for your nose, break and make your line, go up and back. Tijdens het dansen is de internationale stelregel van square dance geen gebruik van alcohol. Heel eenvoudig, het square dansen is beweging op gezongen kreten. Die kreten moeten worden verstaan, sorry voor die verspreking, moeten worden verstaan. En als jij behoorlijk gedronken hebt, dan is je reactievermogen teruggelopen. Je bewegingen zijn niet meer gecontroleerd. En je brengt van square dansen op zich dus al niets meer terecht. Knoflook? Kijk, dat valt weer helemaal onder die regel van wellevendheid tegenover degene waar je mee danst. Want als ik mezelf na wil gaan, als ik een partner bij me heb die uit haar mond stinkt, en daar sta ik toch liever niet zo graag mee te dansen. Dus het is gewoon een regel bij ons van square dansers gebruiken geen knoflook tijdens een dansfeest. Of vlak voor een dansfeest. Dit om te vermijden dat je zo op zo'n kegeltje van je partner danst. Ander ding is bijvoorbeeld dat de mannen altijd in een gewoon overhemd of een overhemd met lange mouwen dansen. Speciaal om de dames te besparen dat ze daar op een natte arm moeten grijpen tijdens bepaalde bewegingen. Want door het bewegen ga je zweten. Zo dragen ook de square dansers altijd een handdoekje aan hun riem. Dat handdoekje is om het voorhoofd af te vegen. Zuiver functioneel dus. En vooral ook om je handen droog te houden, zodat je niet met kleffe handjes elkaar aanbrengt. Dus weer een kwestie van wellevendheid tegenover degene waar je mee danst. De dames hebben niet zo'n handdoekje? Nee, die gebruiken hem meestal van hun partner. Oh. Dat is dus ook weer een kwestie van samenspel. Hadden ze dat in het Wilde Westen ook al, die handdoekjes? Nou meneer, daar vraagt u me iets. Ik ben er niet bij geweest. You got a smile if it kills you. De kleding van de square dansers, als je als paar gaat dansen, dan laat je als paar ook zien dat je bij elkaar hoort. Dan heeft dus dame heeft een jurk of een rok en een blouse. En de kleuren of de stof worden gebruikt in het overhemd van de heer. Toen ik hem pas leerde kennen, toen zei hij van... Nou ja, goed, wil jij mijn partner voor dansen zijn? En verder niks hoor, alleen partner voor dansen. Oké. Zo is het gekomen. Maar ja, als jij mijn partner bent, dan moeten wij gezamenlijke kleding hebben. En hij gaat naar zijn klerenkast en haalt daar dit roze overhemd uit. Hij zegt, als je daar nou voor zorgt dat je dat bewerkt en voor jou een jurk bij krijgt. Dus ik ga daar aan het werk en... Nou, geintjes over gemaakt thuis, dat een roze overhemd. Wat voor zijje mannetje moet dat dan wel niet zijn wat ze ontmoet heeft. Maar ja, toen kwam dat roze overhemd aan deze persoon te zitten. Nou, toen wisten ze wel beter. En zeiden ze, ja, maar ze toch, wie gaat er nou met zo'n roze overhemd aanlopen? Hè? Nou, toen zeiden we, nou, met dat dansen is dat helemaal niet erg. Bloemetjes ook nog. Deze. Break to the mountains, for ladies chain across and then chain them back and roll promenade. West Virginia, mountain mama, take me home, country road. Hoe komt u nou aan het jasje? Nou, dat is eigenlijk een stukje zelfwerkzaamheid. Als... tegemoetkoming aan die country en western style. De pioniers en de indianen maakten zelf hun lederen kleding van vellen en dergelijke. Nou, ik heb deze gemaakt zelf uit de rug van een oud Sky bankstel die we eruit gesneden hebben voordat ik hem op de kraakwagen mikte.
Een scherp aardappelsnijmesje voor al die keurige sliertjes erop. En een brokje ijzergaren met een naald. En dan ga je maar aan de gang zelf knutselen. En alsjeblieft, een country en western style jacket. Kant en klaar. Dit is die stijl die de mensen er dus van verwachten. Waar bent u nou van beroep? Ik ben handelsvertegenwoordiger in salades. De meisjes kleden zich mooi aan, ook weer uit dat spel van wat je ook in de stijldans terugvindt, het behagen van de man. Daar vandaan dat er veel meer mannen moeten komen dansen, want al die vrouwen doen vreselijk hun best om de man te behagen door er fris, opgewekt, leuk, verzorgd uit te zien. Het oog wil ook wat. Als je dus in het buitenland bent en je komt daar eens een keer in een, laat ik eens een bierstoel benemen in bijvoorbeeld Beieren, dan wordt er op een gegeven ogenblik geroepen, mijn dames en heren, zum Tanz. Ja? Oké. Okay. Dan zie je bijvoorbeeld de Engelsman, een beetje stijfjes, opstaan en formeel een dame vragen. De Fransman schiet uit zijn stoel, de Italiaan springt uit zijn stoel, vraagt een dame en gaat naar die dansvloer. De Nederlandse man kijkt eens om zich heen, bestelt als de drommel een pilsje, of moet plotseling even naar het toilet, maar gaat eerst eens even de kat uit de boom kijken. Want ja, zomaar opstaan en een vrouw vragen of een wild vreemde vragen, of zelfs iemand uit zijn eigen kennissenkring vragen van ga je mee de dansvloer op, daar heeft hij eerst een flinke scheut alcohol voor nodig om zichzelf moed in te drinken. Hij heeft er gewoon de durf niet voor. Het is gewoon een kwestie van hij wil niet over die drempel heen. En die drempel is er bij square dansen gewoon niet. U heeft een opname gemaakt op een gegeven ogenblik van dat stelletje qua jongens die daar als de vrouwenpartij gingen staan dansen. Dit kan uitsluitend gedaan worden door excellente dansers die hun figuren tot en met beheersen. Die man die zegt tegen zijn vrouw, vooruit, geef mij je petticoat eens even. Trekt die petticoat uit, rolt zijn broekspijpen op en gaat de vrouwenpartij staan te dansen. En dat wil dan wel zeggen dat zo'n vent die dat doet uit gekkigheid, gewoon voor zijn plezier, de boel eigenlijk een beetje op de hak staat te nemen. En daar heeft iedereen gewoon schik. Kijk, die kwajongensstreken zijn gewoon een deel van de activiteit om het algemene plezier met elkaar te benadrukken. Er is ook een persoon bij ons op de club die op een gegeven moment zei van ach, dat square dance doe ik blindelings. Ja? Nou, prompt dat zo'n vent op zijn graduation een blinddoek voor krijgt en dan een paar razend moeilijke calls gecalled krijgt en dan moet hij maar zien hoe die eruit komt. Wordt wel gestuurd natuurlijk, maar hij staat op dat moment toch voor gek. Kijk, dat is zuiver het plezier. Kijk, in Europa probeert men al jaren politiek tot een eenheid te komen. We hebben een Europees parlement, we hebben een Europese gedachte. Maar die Europese gedachte die beweegt zich altijd enigszins in een elitegroep. Een leidinggevende groep, een Europese ministerraad en dergelijke. Maar het spreekt het publiek, de gewone man, de populair uitgedrukt Jan met de pet, spreekt het eigenlijk niet eens zozeer aan. Want wat moet hij ermee aan? Wat heeft hij eraan? Kijk, en die eenheid, daar is dat square dansen ook weer een middel toe. Want wij raken Jan met de pet. Daar staat een arts, een advocaat, een officier, een piloot, een stewardess, een postbode en een loodgieter en een gewoon vertegenwoordiger zoals ik. Die staan daar met elkaar in een square, die dansen samen, hebben gezamenlijk plezier. En de een is een Amerikaan, de ander is een Engelsman, de derde is een Duitser, de vierde is een Nederlander, de vijfde een Fransman, de zesde een Belg. En die verschillen vallen allemaal weg, want het zijn square dansers. En dat trekt me zo aan in dat square dansen. U hebt een hobby. Uw vrouw heeft een hobby. Maar wat heb u nou eigenlijk samen?